Ken je dat? Dat je onderweg naar school denkt, dit is een ontzettend oud gebouw, daar zit vast een verhaal achter. Daar gaan we met de Open Monumenten Klassendag eens induiken. Zo kom ik bijvoorbeeld dagelijks langs deze toren. En daar zou ik wel eens wat meer van willen weten. Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Dag. Hallo. Bent u mevrouw Ter Eem? Nee, dat zou wel grappig zijn, maar ik werk hier wel. Wil je iets weten? Ja, ik kom dagelijks langs deze toren. En ik vroeg me af wat dit gebouw vroeger voor functie heeft gehad. Ja, kan ik je wel iets over vertellen. Misschien heb je al het sculptuur boven de deur gezien. Ja. Daar zie je ook de toren. Dat is de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort. En dat was van een nonnengemeenschap en die lieten hier in 1931 een klooster bouwen. Zou ik misschien even binnen kunnen kijken? Ja, tuurlijk. Kom verder. Wat leuk. Mag ik een paar foto's maken? Ja, tuurlijk. Neem zoveel tijd als je wil. Dan ga ik weer aan het werk. En wat ik net allemaal heb geleerd over dit klooster, zet ik op de kaart van Speesta. Zodat iemand anders die er straks langskomt, er ook wat aan heeft. Nou, hartelijk bedankt. Joe, succes, hoi. Nu weet je iets meer over dit klooster. Wil jij jouw kennis die je hebt opgedaan over een monument bij jou in de buurt ook delen? Download de Spacetime app en zet het op de kaart. Zo is het elke dag Open Monumenten Klassendag.